Twee weken geleden probeerde Ruben op de schoolfoto te gaan met een vergiet op zijn hoofd. Gisteren bleek dat het hem uiteindelijk toch gelukt is om met een vergiet op zijn hoofd op de schoolfoto te gaan. En we hebben Ruben even opgezocht en hij staat nog naast me ook. Superhandig. Dag Ruben. Dag. Hoe noem ik jou nou eigenlijk? Pastafarian? Pastafariant? Hoe noem ik jou? Pastafarian. Ik geloof in het vliegende spaghetti monster dat hij de wereld heeft gemaakt in 5 dagen. Ja. En ik hou me aan zijn leefregels, zeg maar. Maar eigenlijk is het hele... Het is natuurlijk een kritiek, een satire op echte religie, toch? Ja, tuurlijk. Maar het is wel... Het heeft wel een punt, zeg maar. En dat punt wil ik ook uiten. Wat is het punt volgens jou wat ze willen maken, wat jij wil maken? Ik wil het punt maken dat iedereen gelijk is. En dat als moslima's bijvoorbeeld met een hoofddoek erop mogen, dan mag ik ook met een friet op mijn hoofd. Kom op van mijn religie. Nee, maar het is je uiteindelijk, duidelijk, is het je uiteindelijk wel gelukt om dat ding op je hoofd en dan ook nog op de foto. Hoe is je dat gelukt? Ja, ik ben met mijn friet in mijn tas naar de fotograaf toegelopen, zodat de teamleider en de rest van het bestuur van school zeg maar het niet door had. En toen ben ik bij de fotograaf heb ik pas opgezet en die vond het wel prima. Dat was een andere fotograaf dan? Ja. Heb je daarna nu nog iets van je school gehoord? Wat vinden die er eigenlijk van? Ja, ik heb geen idee. Want ze hebben niks meer tegen mij gezegd of zo. Eerst zeiden ze nog, hebben ze me uit de klas gehaald dat het niet mocht en zo. Maar nu zeggen ze niks meer erover. De fotograaf die moet schoolfoto's maken. Die zag een jongen met een vergiet. Die dacht, dat doen we niet. Dus die heeft het eigenlijk niet gedaan. Daarna is de teamleider geweest bij de jongen. En die heeft gezegd, Ruben, jongen, als jij met een vergiet op je hoofd op die foto wil, donderdag is de herkansing. Veel plezier. Ja, maar Ruben zegt tegen mij van die teamleider heeft me 2 keer uit de klas gehaald om te zeggen dat die mag. Geen idee. Ja. Volgens mij is dit het verhaal. Ja. Wie heeft er nou gelijk? Geen idee. Heb je je pasje ook bij je op dit moment? Ja, mag ik hem ook zien even? Ja. Dit moment was voor jou natuurlijk wel een persoonlijke overwinning ook. Dit moment is echt, weet je wel? Ja, niet alleen persoonlijk. Ook natuurlijk gewoon internationaal voor de vrijheid van godsdienst en zo. Ja. En de gelijkheid. En wat vinden de meisjes op je school ervan? Ja, die kijken heel veel naar me, dus Dus het is eigenlijk zo'n vergiet op je kop, is gewoon een beetmagneet. Ja, precies. Wat vindt u daar nou uiteindelijk van? Als hij dat prettig vindt, als hij dat zo wil, dan heeft hij daar de volledige vrijheid. Heeft u zelf al eens overwogen om met een vergiet op het hoofd naar school te gaan? Dacht het niet. Nee, ik heb me wel verdiept in de kerk van het vliegende spaghetti monster. Ik vind het uitermate amusant. Een parodie vermomd als godsdienst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja. Knap gedaan. Knap gedaan. Maar Ruben hoeft zich dus geen zorgen te maken als hij zich maandag weer netjes op school meldt. Helemaal niet. Het is een ontzettend aardige jongen.